Vlamers overal, de diaspora hotspot van de SRS. Maar ja, je hebt Sranang altijd, dus dat nee, boy. Mijn wiki naar Sranang, mijn gosri naar Sranang. Sranang, Mampanya, de Vreying Grondtapu. Het is allemaal begonnen in Sint Maarten. Kijk, wij Surinamers, we kunnen ons overal aanpassen. Natuurlijk, soms heb je heimwee. Het is goed. Ik rijd terug, weet ik nog niet. Suriname. Bel 490.000. WhatsApp bellen kan ook. 83x9109. Of stuur een app. Een power room srevi. Weet ik ook niet wat precies te zeggen in het Chinees, maar allemaal mijn best doen. Wat jouw meegaar? Wat lijkt het Suriname? Natuurlijk heb ik plan om terug te keren naar Suriname. Surinamers overal. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Ring, 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 ring. Een slecht onderhouden automotor kan sneller verouderen. Daarom hebben onze ingenieurs Total Quartz motorolie ontwikkeld met Age Resistance technologie. Een baanbrekende innovatie die optimale prestaties garandeert en de bescherming tegen mechanische slijtage tot 74% verbetert. Kiezen voor Total Quartz is kiezen voor de motorolie die uw motor langer jong houdt. Alle Total producten zijn te verkrijgen in de Go-To Service Station Shops en bij Total Autocare. Go-To Energy Suriname is de authorized distributor of Total Lubricants in Suriname. Connected à la serie. Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected à la serie. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Keep it human touch. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby. Connected à la serie. Enjoy affordable connectivity. Still the most affordable. Telesuur keeping us in touch. Welkom bij Surinamers overal. Doen we op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Tussen 12 en 1. En in Sabing, na Brik Thea. Fijn dat je erbij bent. Wereldwijd hebben we jullie. En we doen het voor alle Surinamers, maar ook alle anderen die hiervan meegenieten. Want Saranamai Libadorosé, ook met niet-Surinamers samen. En die genieten ook van Surinamers overal. Zo gaat dat. We gaan een call plegen. Tim Luca nummer, die zit dan met Chitak nou een Tata nummer. Dus we bellen naar Holland. Olu Abena. Vanuit Paramaribo Suriname, Radio SRS Suriname. Fawaka. Goedemiddag. Fawaka. Ik go boom. Fafiu drape. Mide. Dat is de stem van Gilly Gonzalez. Ik hoor alleen mezelf dubbel. Oké, dan luister je naar iets te veel. Ik weet niet wat het is. Je computer is aan. Nee, helemaal niet. Ik zit in de auto, man. Oh, in de auto kan dit daarom toch. Maar ben jij zelf achter het stuur nu? Ja, maar ik sta aan de kant. Oké. Nou, dat is netjes, dat is netjes. Maar met je recreëren, met je reboeren. Oké, nee, dat is goed, dat is goed. Dan is er niks aan de hand. Ja, toch? Hoe lang geleden zag ik je voor het laatst hier in Paramaribo aan de Nona? Ik weet het niet, hoor. Ik was laatst in Suriname, heb ik je niet gezien. Dus dat zal het geweest zijn in april of mei. Ik denk dat het voor COVID-19 was. Ergens op een party was dat in Noord. Is het al zo lang geleden? Ja. Wat, wil je me echt zeggen dat dat de laatste keer was bij de Anton Drachtenweg? Juist, ja. Wauw. Ai. Dat is lang geleden, man. Je woont sindsdien weer in Nederland? Nee. Ik ben... eigenlijk heb ik de rollen een beetje omgedraaid. Ik opereerde vanuit Suriname met het draaien. Dus dan was ik, een aantal keer per jaar vanuit Suriname. Maar ik bleef gewoon in Suriname. Maar nu is het, ik blijf meer in Nederland. En dan opereer ik vanuit Nederland. Want ik heb sowieso nog wel... het begint nu ook al een beetje open te gaan, hier en daar. Dus dan kunnen we weer gaan reizen. Aha.
Gilly Gonzalez, ja, de grote DJ, ja, die we kennen. Waar ben je ergens in Amsterdam? Ik ben nu in Zoetermeer. Zoetermeer is mijn werkgebied. Oké. En je woongebied is Amsterdam? Mijn woongebied is Amsterdam. Ja. Eigenlijk heb ik altijd in Amsterdam gewoond. Ook de periode, de jaren welke ik in Nederland heb gewoond. Was altijd Amsterdam. Ik ben een echte Amsterdammer. Voor een echte Amsterdammer? Echte Bimmeriman. Echte Bimmeriman. Het is niet zo makkelijk voor jou om elders te gaan wonen, toch? Jawel, maar ik kan me makkelijk aanpassen. Ik kan op Curaçao gaan wonen, ik kan op Sint Maarten gaan wonen, Trinidad, noem maar op. Maar binnen Nederland? Oh, dat bedoel je? Andere stad? Niet makkelijk? Jawel, man. Ik kan gewoon... Ik ben niet moeilijk wat dat betreft, hoor. Oké. Dus ik kan, ik ben niet met die... Met die rivaliteit Amsterdam-Rotterdam, weet je toch? Dat soort dingen. Ik ben ook waar ik me goed voel. Daar ben ik gewoon. Dat is slim van je. Als je een ondernemer bent, dan wil je zo min mogelijk van dat soort barrières hebben. Tak minuman, go dape da minuman, dit dape dan, dis dati. Snap je? Aha. Ja toch? Zo'n drempel. Alleen maar drempels, man. Ja, Zoetermeer is je werkgebied, Gilly Gonzalez. Heeft dat met muziek te maken? Ja. Nee. Dat heeft met, het valt in de branche, in de transportbranche. Pakketten bezorgen, dat is de core eigenlijk, pakketten bezorgen. Dus ja, en dan kan je het van daaruit uitbreiden, van klein naar groot transport. Ja, dat is sterk. Dat is heel slim. En ik heb je nooit eerder gevraagd wat je volledige naam is. Nee. Maar dit is het moment ervoor. Heel Suriname en heel de wereld luistert. Gimatori, Gilly Gonzalez, wat staat er in je familieboek? En juist omdat heel de wereld luistert, dan ga ik het niet zeggen, toch? Nou, doe zo. Nee, mijn naam is gewoon... Maar ik heb het al vaker... Het is vaker voor mij gekomen. Gilbert Willemszorg. Gilbert Willemszorg. Ja, maar die moet je niet zo uitspreken. Bert. Je moet het een beetje netjes zeggen. Een tante van me roept me bijvoorbeeld Gilbert. Je weet toch, op zijn Frans. Gilbert. Anderen zeggen Gilberto. Hè? Je weet toch? Maar dat is mijn naam, volledig. Nice is that to know. Jij bent uit Surinaamse ouders geboren. Dat is chill. Hoe was je opvoeding? Wat zal ik zeggen? Verwend? Nee, ik heb een goede opvoeding gehad. Ik kom van goede huis. Ik ben grotendeels door mijn grootouders ook opgevoed. Omdat mijn moeder ook nog in het onderwijs zat. En ze zat veel in het onderwijs in Nikeri, Wageningen. Dus ik was in de stad en bij mijn grootouders... Van huis uit. Ik zal niet zeggen dat ik streng. Mijn grootvader, die inmiddels is overleden, die was een juridische man. Hij was een rechter, advocaat, officier. Dus hij kwam uit de wereld van justitie. Dus ja, normen, waarden, orde, weet je toch? Dat soort dingen. Dat was wel die opleiding van huis uit. En mijn oma is de liefste oma, man. Serieus. Mijn oma is nog geen leven. Zij is onze alles binnen de familie. Dus de liefde en de zorg. Ja, en de verwennerij heb ik dus. Ja, zo ben ik opgevoed. Geef ze die granny horen, noem haar naam. En de rest van de familie, die kan meteen relaten. Mijn oma houdt niet van die exposure, maar ja, ze weet het. En als ze luistert, dan... wat is in Suriname? Als ze luistert, dan... Maar, je weet het. Alle lobby. Zo lobby voor jou. Je hebt het gehad over Wageningen, Nieuw-Nikeri. Ben je hier geboren? Ja, ik ben in Paramaribo geboren. Slaans Hospitaal. Slaans Hospitaal. Nice man. Milo Bassani. En de muziek, zo hebben we je leren kennen. Het brede publiek kent je van muziek.
Heb je altijd al van muziek gehouden als kleine jongen? Ik ben met muziek eruit gekomen. Op de wereld gekomen. ik ben echt, muziek is bij mij met de paplepel, zeggen ze toch? Is het even grote muziek van huis uit. Mijn ooms waren DJ's, of een van ze is nog DJ, DJ Willy. Dus Paramaribo Noord is het ontstaan. Elisabethshof, DJ Willy, de 80er jaren tijd. En ja, ik was gewoon pas geboren, kleine jongen. Ik groeide op in de 80er jaren. Met de 80's. Muziek van huis uit. Jongensinternaat was daar in de buurt, Dolfijn. Dus alle invloeden van huis uit meegekregen. En eigenlijk ben ik begonnen met draaien toen mijn oom naar Nederland verhuisde. Toen ik inmiddels al in Nederland was bij mijn moeder. En hij bleef bij mijn moeder. Hij kwam bij ons blijven dus. Met zijn apparatuur. En ik ging, ik ben gaan afkijken, man. En zodoende begon ik in de 90er jaren. Heb ik geplant. Begon mixjes te maken, cassettebandjes. En dat is in een snel tempo. Voordat je dacht, was ik in de club, man. Een paar huisfeestjes eerst en dan in de club. En ja, ging hard, man. Als het de tijd van nu was dan. Was ik nu geen pakket aan het bezorgen. Dat was een andere tijd. Wat moet je nagaan, Gilly Gonzalez. De tijd, ja, de jaren 80, zoals je zegt, was het draaien met wat voor die tijd wel modern was. Maar als je nu terugkijkt, heb je zoiets van boy, platen, speler naar Orusani. Maar jij moest meegaan met die ontwikkelingen als DJ. Technologisch. Ja, platen, CD en ja, nu die USB-stick, hè. En die harde schijf. Is dat het enige wat je nodig hebt als je ergens naartoe gaat om te gaan draaien? Als je nu gaat draaien, ja, je USB of je externe harde schijf. En dan ben je daar ready. Is het, man. Daar staat alles op. Tenzij, gelukkig. Maar als je ergens moet gaan draaien waar ze geen apparatuur hebben, dan moet je dat ook nog eens even gaan huren. Of ja, als je zin hebt om die van jou mee te nemen, zet je die van jou neer. Ja. Ik ken jou van zoveel muziek. Je draait van alles. Maar wat draai je het liefst, Gilly? Nu, in deze tijd, draai ik het liefst afro, bubbling, dancehall, soca, Surinaams. Dat is, ja, Surinaams en Nederlandse urban, zo. Dat is wat ik het liefst, die combinatie die ik het liefst maak. Maar als ik breed wil draaien, dan doe ik nog de Latijns-Amerikaanse stijlen, om het maar even zo te noemen, doe ik nog erbij. En ik ben ook een mannetje van de commerciële dingen, hoor, dus de mainstream music. Daar voel ik me ook wel gewoon prettig in. Want daar, voor mij dan, hoor, dat is mijn waarneming, herken je ook wat echte muziek is, nu in deze tijd nog. Weet je, dat stroomt een beetje daar in die categorie mainstream. Echte muziek, zeg je? Ja, want ja, laten we eerlijk zijn, Hey, ik ben vergeten, hip-hop en R&B, eigenlijk ja, hip-hop, R&B was ik vergeten. Maar echte muziek bedoel ik van ja, kijk, niet alles, maar er komt zoveel muziek uit. Mijn inbox is niet normaal vol, elke dag. Komen er honderden focus komen eruit. En om daaruit te gaan filteren wat een beetje echt is, ja, dan moet je wel echt een muzikaal oor hebben en ja, weet hebben van. Van niet gewoon een track van een beat geslagen, een tekst erop en ja, that's it. Nee, het moet je raken, het moet diep door die poriën en die bloedvaten, weet je, toch? En tot je hart, daar moet je het voelen. Nederland. Dus ja, dat is zo denk ik erover. Gilly Gonzalez, Nederland heeft een heleboel grote DJ's voortgebracht. Als je
nu namen begint te noemen, dan kom je vandaag niet klaar. Het zijn jongens die die wederwereld intrekken en miljonairs van geworden zijn. Of staan in de Amsterdam Arena en daar een heleboel mensen aan de gang brengen. Ja. Hoe de Nederlanders en DJ's zien, die kijk is in Suriname toch wel anders, hè, voor wat betreft een DJ? Ja, het is overal, denk ik, op zijn manier, hoor. Je hebt Nederland als voorbeeld aangehaald. Ja, in Nederland is het gewoon groot, ja. Ja, de DJ's worden goed neergezet. Er wordt goed naar ze gekeken. Maar dat is ook gaan... Het is niet gisteren begonnen. Dit is al iets dat jarenlang... Ik kan me nog herinneren dat ik heb staan draaien in de IT. Dat is een club op het Rembrandtsplein in Amsterdam met DJ Sean. Was toen ook een grote DJ. Maar ja, ik was dan op dat moment ook een trending DJ in de urban scene. Maar de urban scene was niet zo bekend, niet op dat niveau als de house scene. Weet je, dus eigenlijk waren de house DJ's toen allemaal toch wel op een bepaalde level. En door de jaren heen is urban... De urban scene is een beetje gaan fuseren. Ook op dat gebied dan. Hoe de DJ goed geplaatst wordt. Hoe er naar hem gekeken wordt. En daarom vandaag de dag zie je de grote DJ's die er staan. Die op grote festivals hebben gestaan. Dat is dus wat hoe die ontwikkelingen zou gaan. Weet je? Die grote DJ's draaien niet alleen maar muziek af. Ze maken ook muziek, worden miljonairs. En geloof me, het zijn grote artiesten. Ik wil liever niet over geld en zo praten met van DJ's. Want iedereen weet voor zichzelf. Het is hoe het naar buiten gebracht wordt. Ja, toch? Dus ik ben echt voorzichtig met geld. Ik denk dat de media is, zijn die dat allemaal doen. Maar die jongens worden heel groot neergezet, Isabi, toch? En in Suriname bijvoorbeeld, dat is belangrijk, is hoe je gehyped wordt, hoe je gebracht wordt. Ja, toch? Ja, want uiteindelijk draait het om jou als DJ en je doel, je performance, je connectie met de crowd, de entertainment, weet je? Al die andere dingen daarnaast. Tuurlijk, geld is wel belangrijk om dat je ermee kan verdienen. En ook goed geld ermee kan verdienen. Dat je uiteindelijk je bedrijf, je huis, je auto, noem maar op, weet je. Dat je dat allemaal kan permitteren. Maar ik denk dat het mooi is om te zien hoe de scene... Ik wenste wel echt voor Suriname dat door de jaren heen al zo ver... Dat we dat zo ver hadden gekregen. Zuiver. In Suriname heeft de Juan One Life Band, de Manoere, 1-2, Mike Test. Dat is nog compleet. Die dingen zijn zo 1970, hè? de Mike Test. Is het hinderlijkste wat je tijdens een DJ set kan doen. Hey, song, de DJ is nog aan het draaien. Hey, song, ja. Nee, maar... Ja, ik moet het wel meegeven. We hadden het even over bandjes dan. Bandjes zijn wel... Hun setjes zijn wel vlotter geworden. Weet je? Die pauzes zijn iets korter geworden. Snap je? Wat belangrijk is. De osodatie is. Maar echt op een commerciële party... Ja, dan zijn ze wel vooruit gegaan. Maar ja, er kan nog zoveel... Ik wil bijna zeggen, er kon nog, want ja, we leven in een andere tijd. Maar er kan echt nog veel meer gebeuren voor de Surinaamse scene qua DJ's. En eigenlijk gewoon de hele scene, man. Het kan vlotter, het kan professioneler. Grote big up naar organisaties als Lustig. Al die grote dingen hebben opgezet, weet je. Shaiko en al die orgas. Die hebben wel internationale podia's neergezet daar, in Suriname. En wij als DJ's waren daar onderdeel van. Dus ja, het heeft voor mij althans, heeft het ook geholpen naar het buitenland toe.
Weet je, als ik mijn gigs, als ik met orgas van het buitenland aan het netwerken ben, dan kan ik ze dat laten zien. Van kijk, dit heb ik gedaan in Suriname. Ja, dan zijn ze wel onder de indruk ervan. Dus ja, wat dat betreft hebben we dat wel bereikt. Maar ja, ik zie DJ's in Suriname nog niet. Ja, wat je zei, hè? Je had het over geld. Ik zie die miljoenen zie ik nog niet. Ja. Dus ja. Als ze er zijn, hoor, laat me weten, want daar heb ik iets verkeerds gedaan, maar. Kan je de mij kibri ding? Huh? Kibritikistraat komen. Kibritikistraat, je kan maar nooit weten. Gilly Gonzalez, wat zijn je andere hobby's behalve muziek? Hobby's die ik al een tijdje niet heb gedaan. Voetballen. Ik voetbalde elke week gewoon nog, los van het draaien. Ik ben wel iemand die van lezen houdt, man. Ik hou van boeken lezen, dus is goed voor de education. En mijn hobby's, wat nog meer? Ik weet niet, man. Gewoon alles wat gelinkt is aan entertainment. Shows kijken, stand-up comedy, dat soort dingen. Alles wat me vrolijk maakt. Nice, ja. Man. Ben je ook een familiemens? Ik ben zeker een familiemens. Als mijn familie daar luistert, ze weten het. Dus ik ben echt... Kijk, laatst bijvoorbeeld, ik was maar 10 dagen of zo in Suriname. Nou, in die 10 dagen ben ik echt zoveel mogelijk familie gaan opzoeken. Weet je, ik wil mijn familie gewoon zien. Ik wil gewoon weten dat het goed met ze gaat. Ik ben sowieso los van dat ik al gezin heb, mijn kinderen. Dat zijn mijn dagelijkse dingen, mijn vitamine. Maar ik hou van mijn familie, maar ik heb een geweldige familie. Ja, dat vindt iedereen natuurlijk wel van zijn of van familie. Maar die lobby is real, man. Dat is zo chill, man. Ja. Gilly Gonzalez, je bent DJ, ook ondernemer. En je zegt het, pakketten bezorgen, pakkettendienst. Heel goed wat je doet. En wat wij je nog moeten toewensen is heel veel succes. Buku. Dankjewel. En gezondheid, vooral in deze tijd. Gezondheid. Hey, dat is het allerbelangrijkste. Echt waar. Dus, en hetzelfde voor jullie ook, man. Ook succes daar. Jullie zijn goed bezig. Ik volg het af en toe. Ik ben niet meer zo dagelijks op social media. Maar af en toe wanneer ik kijk, dan... kijk ik door alles een beetje heen. En ja, los van alle negativiteit in de wereld, kunnen we toch nog een paar mooie dingen zien. Dus ik denk dat als we allemaal die focus daarop houden. Gisteren was ik bijvoorbeeld, even snel hoor, ik was daar naar die show van Yandino in Hawaii. Mm-hmm. En heeft een heleboel, ik kon me daar echt in vinden, in zijn denkwijze en weet je, wat betreft alles wat er gebeurt in de wereld nu. Hij had een aantal goede boodschappen. Ja, ik zou zeggen, ik weet niet of het uitgezonden wordt ergens of zo. Maar het is echt belangrijk om dat even te gaan checken, man, als het online komt. Maar echt positiviteit, man. Sowieso dankbaar zijn. Elke dag dat we opstaan, dat ben ik ook echt, man. Elke dag dat ik opsta, ben ik dankbaar. En... we worden lui in het leven. Dat was ook zo'n punt. We worden lui. Alles gaat willen we gemakkelijk hebben. Weet je, waar is die liefde ook onder ons? Hoe we met elkaar omgaan? En dat vond ik wel belangrijk om nog even te zeggen. Weet je, wat hij duidelijk had gemaakt. Dus dat wijs ik ook voor Su. We lezen zoveel weerde dingen over Su. Maar... laten we naar die goede dingen kijken. Dat lijkt me gewoon, ja. Dat wilde ik gewoon nog even zeggen. Grand Tangi, Gilly Gonzalez. Luchtig. Ja. Weet je wel, helemaal jezelf. Je bent niet anders. Spontane jongen. En de man van de muziek. Ik hoop je gauw weer zeker te zien. En natuurlijk in goede gezondheid. Ja man, 100%. All the best, Tamboen. Hetzelfde voor jullie daar, man. Sarana, lobby. Lobby. Yes. Een slecht onderhouden automotor kan sneller verouderen.
Daarom hebben onze ingenieurs Total Quartz motorolie ontwikkeld met